Oké, mijn lippen gaan dood vandaag. Wat fuck doe ik? Hallo allemaal en welkom bij deze extra video vandaag. Vandaag een leuke extra video, want ik kwam vandaag thuis van werk. En op de een of andere manier heb ik energie om een extra video te maken. Ik weet niet waarom, maar ik heb het, dus ik ga het ook gewoon doen. Ik heb hier de Revolution Lip Advent Kalender. Ik heb deze set al laten zien in een andere video waarin ik een ander pakket had getest. En toen had ik verteld dat ik dus dit pakket op Instagram ging plaatsen, unboxen en al die dingen. Ik wilde daar gewoon een Instagram video van maken. Maar toen besefte ik me eigen dat een Instagram video maar kan voor 1 minuut. En dit best wel veel lipproducten zijn. En het mij dus niet zou lukken om al die lip kleuren te kunnen laten zien in een video van 1 minuut. En ja, ik vond zo'n lip advent kalender een beetje te saai of zo voor echt helemaal een YouTube video. Dus ik dacht, ik maak gewoon een extra video. En dan is het misschien wel leuk. Een extra video is altijd wel leuk. En ja, dan hoef ik niet zo per se aan de eisen te voldoen als op mijn normale uploaddagen, zeg maar. Als je snapt wat ik bedoel. Maar in ieder geval, ik ga gewoon bekijken wat hierin zit. En ja, we gaan het er gewoon eventjes over hebben. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel verder met de video. Oké, mensen, dit is hem dan. De Revolution Lip Advent Kalender. Voor mensen die nu weten wat een advent kalender is. Dat is een kalender voor de feestdagen. En daar zitten dan allemaal van die vakjes in. En die zijn meestal van 1 tot 24. Dus tot en met kerst in december. En dan elke dag mag je één vakje openen. Dit is dus een lip advent kalender. Dus het zijn allemaal lipproducten. Dus ik ben hier best wel benieuwd. Ik heb dit pakketje gehad van beauty88.nl. Heel erg bedankt daarvoor. Dit pakketje is op hun website €34,95. Maar als je mijn kortingscode gebruikt, die is Sarah10p. Al mijn codes staan in de beschrijving onder deze video. Dan heb je ook nog eens 10% korting. En dat is altijd fijn. En er staat dat er in dit pakket 5 matte lipsticks zijn. 5 cream lipsticks. 3 lip glosses. 7 lip liners. En 3 matte liquid lipsticks. En bovendien daarop nog ook nog 2 glitter liquid lipsticks. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik weet niet of ik alles ga opdoen, maar... We will see. Het is in ieder geval echt een heel betaalbaar pakketje voor hoeveel lipproducten je krijgt. Oké, dan is het pakketje zo. En je kunt hem dan zo als een soort van boek openmaken. Ik kom niet eens meer in beeld. Hij is zo groot. Kijk, zo groot is hij eigenlijk. Je kunt mijn gezicht niet eens meer zien. En zoals je zag is er op elk dingetje een getal. Dus we gaan gewoon beginnen bij 1. En dan gewoon tot en met 24. Ik ben benieuwd. Oh, als je benieuwd bent naar deze make-up look, die staat op mijn Instagram. In nummer 1 zit een lipstick. Gewoon een zwarte Revolution lipstick. Onderkant is rood, dus ik ga ervan uit dat die rood is. En dat is die. Ik hou van rode lipsticks. Ik vind het zo mooi. Er staat ook verder niks op qua kleur of zo. Dus hij is gewoon rood en ik ga hem even opdoen. Oh, wat een mooie kleur. Ik vind hem echt heel mooi. Hij is echt super rood. Echt gewoon die klassieke normale rode kleur. En hij is mat. Is ook handig om te weten. Dus deze vind ik al heel mooi. We gaan verder met nummer 2. Waar is nummer 2 dan? Nou, en dit zit dan in vakje nummer 2. Het is een lippotloodje. Ook weer gewoon van Revolution, obvious. Er staat op de kleur Fire. Het is volgens mij een beetje een rode kleur. Ja, hij is gewoon felrood. Hij matcht mooi met deze. Dus ja, ik hoef hem ook niet per se aan te brengen. Nee, hij lijkt gewoon echt op die lipkleur. Dus dit is een heel handig setje samen. Nou komt nummer 3. Nummer 3 is nog een lipstick. Deze is meer nude, zoals ik kan zien aan de onderkant. Een beetje roze nude of zo. Ook hier staat weer geen kleur. Oh jawel, Charm. Dit is de kleur Charm. Oh, en deze was de kleur Nostalgia. Dus er staan wel namen op. Dit lijkt mij een cream lipstick. Een beetje een roze nude lipstick. Deze ga ik natuurlijk ook eventjes opdoen. Oh, super mooi. Het is inderdaad een cream. Hij is alleen best wel roze. Ik vind het bijna geen nude meer. Het is gewoon echt een licht roze kleur. Misschien ook handig om te weten. Sommige mensen zullen dit al wel weten. Maar ik denk dat heel veel mensen dit niet weten. Als je zo'n soort lipstick krijgt waarin je zo onder de kleur ziet. Is dat meestal dus gewoon een balmpje die je los kunt trekken. Super handig. Dus als je een lipstick too much vindt. Kun je ook gewoon dit balmpje pakken zo met je vingers. Hij is wel echt heel klein. Het lukt bijna niet eens met mijn vingers. En dan kun je het gewoon zo aanbrengen als een soort van balmpje. Nou, hack of the day. We gaan verder met nummer 4. En we hebben hier een liquid lipstick of een
lipgloss. Ik weet niet precies wat dit is. Er staat op dat dit de kleur Motion is, volgens mij. Het is een hele mooie bruinige kleur. Heel mooi voor herfst. En volgens mij is het een lipgloss. Zo ziet hij er wel uit. Ik ga hem aanbrengen. Ik ga dus deze kleur er eerst afhalen natuurlijk. Oké, ik heb hem niet geweldig netjes aangebracht. Maar ik vind hem wel super mooi. Het is wel gewoon een gloss. Maar hij is wel echt heel erg gepigmenteerd voor een gloss. Maar het is nog wel een gloss. Dus als je van hele gepigmenteerde glossjes houdt, vind je deze heel fijn. Ik vind de kleur geweldig voor vooral herfst en winter. Ik heb even een beetje het licht aangepast. Want ik vond het er allemaal iets te rood uitzien. Terwijl het is niet rood. Het is gewoon echt bruin. We gaan verder met nummer 5. Oeh, nog een lipstick. Dit is dus weer zo'n cream lipstick als daarnet. En je hebt hier weer onder dat balmpje die je er weer af kunt halen. Ik vind dit echt een hack die echt bijna niemand weet. Dit is in de kleur Sweet Talk. En hij ziet er weer heel mooi bruinig nude ongeveer uit. Het is een beetje een bruin met een roze ondertoon of zo. Ik ga hem aanbrengen. Oh, hij is toch iets meer roze dan bruin. Ik weet niet waarom ik dacht bruin. Ik vind hem toch wel een beetje bruin eruit te zien of zo. Maar dat is hij echt totaal niet. Hij is gewoon een iets meer donkerdere kleur roze. Nummer 6. Ik heb hier volgens mij weer een lipgloss in een roze kleur. Het is een beetje licht roze, licht paarsachtig. Ik weet niet wat ik van die kleur vind. Volgens mij is dat niet echt mijn kleur, maar ik ga hem natuurlijk wel aanbrengen. Ja, het is inderdaad gewoon een gloss en het is ook inderdaad niet echt mijn kleur. Ik vind dit soort roze kleuren met een beetje een grijze ondertoon nooit echt mijn ding. Omdat het dan een beetje lijkt alsof ik dood ben. Maar we gaan gewoon snel verder met nummer 7. Nog een lipglossje, maar nou in een hele fel roze kleur. Ik ga hem even aanbrengen. Ik denk dat deze heel mooi gaat staan met mijn ooglook van vandaag. Nou, dit is echt de meest heftige roze van vandaag. Dit is echt een Barbie roze. Ik vind het wel iets hebben. Ik moet wel zeggen, qua formule van deze lipgloss, hij is best wel gepigmenteerd. In ieder geval meer dan een normale gloss. Maar ik denk dat je met deze beter af bent als je er een soort van roze lipstick onder doet. Want hij is net niet dekkend genoeg dat ik denk van gebruik hem maar alleen. Want je kunt nog een beetje op rare manieren mijn lippen eronder zien ofzo. Dus ik denk dat deze beter is als je er een lipstick onder doet. Maar je hebt hier genoeg keuze, genoeg lipsticks. Dus je kunt genoeg mixen en matchen als hoe je wilt. Nou nummer 9. Oh nee, sorry, nummer 8. Nog een cream lipstick. Dit is in de kleur, even kijken, Secret. Hij ziet er ook weer een beetje nude uit. Volgens mij is deze wel echt meer bruin. Maar ja, zoals net, ik dacht ook al, oh deze is bruin, maar hij was gewoon compleet roze. Dus ik ga hem gewoon aanbrengen voordat ik ga praten. Ja, echt een hele mooie roze tint weer. Het zijn vooral roze tinten vandaag. Ik vind hem best wel veel lijken op deze. Alleen is deze gewoon ietsje donkerder. Dus als je iets bruiner bent, getinter bent, gaat deze beter staan. We gaan verder met nummer 10. Oh nee, ik bedoel nummer 9. Ik heb hier een glitter liquid lipstick in de kleur Dancer. Ik vind het heel leuk dat ze een soort van glitter lipstick erbij hebben gedaan. Want dat maakt dit pakketje toch iets feestelijkers en een beetje meer apart. Het is een beetje een rode kleur, een beetje rood-bruin of zo. Ik ben heel benieuwd. Ik hou niet van metallic lipsticks. Maar misschien is een glitter lipstick mooier of toch wel anders. Dus ik ga het ook weer gewoon proberen. Nou, ik heb hem aangebracht. Ik vind de kleur super, super mooi. Hij doet mij lichtelijk denken aan een metallic lipstick. Dat vind ik dan minder, want echt mensen, ik vind metallic op mijn lippen zo lelijk. Echt, I can't. Maar ik vind dit een beetje de betere versie van metallic lipsticks. We gaan verder met nummer 10. En we hebben weer een cream lipstick. Het is een beetje een donkerrood-bruine kleur. Dit is in de kleur Poise. Ik ga hem even opdoen. Oh nee, dit is een matte, by the way. Ik zie dat hij mat is, niet cream. Wauw, wauw, wauw. Dit is echt een kleur waar ik van hou. Een beetje een roze-bruine kleur en ook een beetje donker. En hij is mat, maar niet uitdrogend mat. Hij voelt echt best wel creamy aan, ondanks dat hij mat is. We gaan snel verder met nummer 11. En we hebben weer een lippotloodje, weer een roze. Aan de kleur te zien denk ik dat die heel mooi gaat matchen met deze. Want deze is iets donkerder. En het is wel mooi als het lippotloodje iets donkerder is dan de lipkleur. Hij is gewoon echt rozig. Ik ga hem even hier zo doen op mijn hand. Lekker scheef, maar je kunt in ieder geval de kleur zien. Hij is echt heel mooi roze. Ik ga hem niet helemaal opdoen. De lippotloodjes ga ik niet opdoen. Want ze lijken gewoon veel op de kleuren die ik al op heb gedaan. Nummer 12 is weer een cream lipstick. Of is het een matte? Ik weet niet eens. Ik kan het niet eens zien. Maar het is weer in een rozige kleur. Ik moet wel zeggen dat heel veel kleuren op elkaar lijken. Oh, ik kom er dus nou achter dat met een ronde dop zijn mat. En die andere zijn glanzend. Ik ga deze even aanbrengen. Want hij lijkt mij weer heel mooi roze nude.
Oké, mensen, ik breng niet alles heel mooi aan, maar omdat ik nou zoveel aanbreng, ik ga het niet echt elke keer perfect doen. Deze kleur vind ik ook weer heel mooi, ondanks dat heel veel kleuren rozig zijn. Zijn het wel echt andere kleuren roze, dat wel. We gaan weer snel verder met nummer 13. Nou, eindelijk hebben we een beetje een ander soort kleur. We hebben hier een lippotloodje en deze is paars. Hij is gewoon net als die andere, maar gewoon een andere kleur. Dit is in de kleur Define. Omdat deze kleur zo anders is, ga ik hem wel even opdoen. Oké, mensen, dit is echt een gezeik. Oh my god, kijk hoe het eruit ziet. Kijk, hij is ook... Ik ga het gewoon even up close laten zien. Terwijl ik het aanbracht, is hij gewoon al twee keer zo gegaan. Hij is gewoon veel te zacht en ik moet hem gewoon twee keer aanslijpen. Maar ja, ik had de kleur heel leuk gevonden, maar ja, ik ga hier niet eens nog moeite voor doen. Ik heb hem gewoon twee keer aangeslepen. We gaan gewoon verder met nummer 14. Nou, shocker! We hebben nog een lipstick in de kleur rood. Dit is weer een cream lipstick. En de creams hebben weer dat balmpje zo onder. Dit is in de kleur Seduce. Het is een beetje een donkerrode kleur, bordeaux rood. Dus ik ga deze ook eventjes aanbrengen. Dan kan ik deze lelijke paarse kleur eraf halen. Ja, ook deze kleur weer heel erg mooi. Echt een bordeaux rode kleur. Dat vinden heel veel mensen ook mooi. Dus want niet iedereen houdt van die felrode kleur. Want dat valt toch wel altijd een beetje op. Vooral voor een hele donkere huid is deze kleur ook echt super mooi. Ik vergeet steeds bij welke getallen we zijn. Volgens mij gaan we nou naar 14. Oh nee, we gaan zelfs naar 15. Oh, waar gaan we snel, jongens? Nou, we hebben weer zo'n geweldig paars lippotlood. Maar nou in de kleur Drama. Die andere was de kleur Divine. Die was dus iets meer paars. Dat was deze. En deze is dus iets meer bordeaux roodachtig. Paars, bordeaux rood, weet ik veel. Oké, ik ga deze niet ook gelijk afschrijven omdat die andere echt slecht was. Ik ga hem gewoon ook even aanbrengen. Kijk, als je hem gewoon echt alleen als lippotlood aanbrengt in de buitenrand is hij gewoon perfect. Dus daar is hij eigenlijk ook voor. Lippotloodjes zijn wel echt om te mixen met lipsticks. Maar ja, je moet ze ook gewoon normaal kunnen opdoen en helemaal kunnen inkleuren. Dus dat ga ik nou alsnog gewoon proberen. En ook deze is gesneuveld, jongens. Ze zijn echt veel te zacht. Mensen, deze lippotloodjes zijn echt way te zacht. What the F? Nou, ik ga deze ook even afhalen gelijk al. Nou, volgende, nummer 16. Nou, we hebben hier onze eerste liquid lipstick in een matte versie. Dit is ook weer een donkere soort van paarse kleur. Dit is in de kleur Recollect en deze ga ik ook even aanbrengen. Nou, ik heb hem aangebracht. Hij brengt wel een beetje patchy aan. Kijk, hier is het wat donkerder dan hier. Hier is het donker, hier weer wat lichter, hier weer donkerder. Deze was dus handig geweest met dit lippotloodje als deze gewoon normaal deed. We gaan verder met de volgende. Ik weet niet eens meer wat de volgende is. Nummer 18 volgens mij. Ja, nummer 18. Weer een matte lipstick. Weer een nude kleurtje. Het houdt niet op. Niet vandaag. En dit is in de kleur Choose. Ik ga hem aanbrengen. Nou, wat moet ik hierover zeggen? Nog een nude kleur. Tot nu toe past deze het beste met mijn oogkleur. We gaan verder met nummer 19. Weer een licht roze paarsachtige lipgloss. Die had ik net ook. Deze twee lijken wel echt heel veel op elkaar. Hadden ze de kleur niet iets meer anders kunnen maken? Je ziet wel lichtelijk verschil, maar... Come on guys, dit lijkt echt heel veel op elkaar. Ik ga hem niet eens opdoen, want ja, de ene is iets lichter dan de andere, oké? We gaan verder. Nummer 20. En we hebben weer zo'n geweldig lippotloodje. Dit is in de kleur Honey of zo. Het is een nude bruine kleur. Ik vind de kleur wel echt heel mooi eruit zien, jongens. Kijk hoe mooi. Ik weet niet of hij te licht gaat zijn voor mij, but I don't know. Ik heb tot nu toe alleen maar de donkere geprobeerd. Dus laten we deze ook gewoon nog proberen. Misschien is die wel goed, you never know. Kijk dit. En hij is weer helemaal zo gebogen en hij is veel te zacht. Deze lippotloodjes zijn gewoon way te zacht en ze plakken ook. Kijk. Zie je dat? Ik ga geen lippotloodjes meer proberen. Dus als er nog meer komen, nee. We gaan verder met de volgende, nummer 22. Nummer 21 bedoel ik. Weer een cream lipstick in weer zo'n bruine nude kleur. Dit is in de kleur True. Deze is wel volgens mij gewoon echt bruin. Die andere waren een beetje mixjes van roze en bruin of rood en bruin. Maar deze is volgens mij echt bruin. Ik ga hem natuurlijk ook even aanbrengen. Ja, dit is echt gewoon een doodnormaal bruin. Die andere waren toch meer mixjes. Dit is gewoon een beetje een... Ja, nude bruin. We gaan verder met nummer 22. Ik heb hier een liquid lipstick, matte in weer roze. Zo'n kleur hebben we nou al 100 keer hier gezien, maar geen eentje was liquid mat. Dus dat ga ik proberen. Het is gewoon een doodnormale roze liquid lipstick. Dit was de kleur Favor. Ik weet niet of ik dat al had verteld. We gaan verder met de volgende, nummer 23. Nog zo'n geweldig lippotloodje. Nou is het in de kleur... roses. Het is een beetje een rode kleur. Een beetje rood-roze. Ik ga niet eens de moeite doen om deze op te doen. De kleur is wel heel mooi, dus
Maar ja, we gaan gewoon verder met nummer 24. We hebben hier weer een cream lip... Nee, een matte lipstick is dit. Want deze was rond. De ronden zijn mat. In de kleur, even kijken... Movie. Het is de meest donkere bruine kleur tot nu toe. Ik ben hier benieuwd naar. Ik ga hem even aanbrengen. Oké, hij is niet echt bruin. Het is een hele donkere bordeaux-rode bruine kleur, achtig. Dit is de meest donkere tot nu toe. En als laatste hebben we nog een glitter lipstick. Net als die andere. Je hebt er dus twee. Je hebt dus deze meer bordeaux-rode, beetje donkere. En nou deze fel rode glitter. Deze is echt kerst. Deze schreeuwt kerst. Dit is in de kleur Cabaret. En ja, het is gewoon echt een rode glitter. Ik ga hem even aanbrengen. Ik vind hem wel heel mooi als afsluiter van de maand. Nou, ik raad wel echt aan om deze aan te brengen met de lippotlood. Want om ze strak te krijgen is echt een beetje een gezeik. Deze vind ik heel mooi. Ik vind deze iets mooier dan deze vorige kleur. Want die andere kleur gaf iets meer metallic vibes. En deze is gewoon meer glossy vibes. Oké, nou is het een beetje rood om mijn mond heen. Maar ik heb ook echt heel veel lipsticks opgedaan in een hele korte tijd. Wat vind ik van dit paletje? Ik heb een beetje gemengde gevoelens. Ten eerste, wat ik echt het meest slecht vond, waren die lippotloodjes. Deze allemaal, echt gewoon allemaal. Ze zijn te zacht. De kleuren zijn heel mooi, maar ze zijn te zacht. Als je ook maar een beetje druk aanbrengt, breekt hij al af. En het is gewoon echt een mes. En ze zijn heel droog, ze plakken aan elkaar. Desondanks hebben we ook nog matte lipsticks, cream lipsticks, glitter lipglossjes en glossjes. Die vind ik allemaal prima. Er is er geen één waarvan ik zeg, toch maar niet. Wat ik wel vind, is dat de kleuren echt allemaal heel veel op elkaar lijken. Echt heel veel. Iets te veel. Het zijn echt allemaal een beetje rode, roze, bruine kleurtjes en... Ik had echt wel een aantal keer dat ik dacht van, oké, weer zo'n kleur. En dat is niet het gevoel die je wilt hebben als je elke dag eentje openmaakt. Want je wilt elke dag blij zijn met wat je krijgt en niet denken van, heb ik deze eergisteren niet ook al gehad? Positieve daaraan is dat alle kleuren best wel alledaags normaalig zijn. Met een paar uitzonderingen, maar er zitten niet echt hele gekke kleuren bij. Dus over het algemeen houden de meeste mensen toch meer van een beetje alledaagse lipjes. Die je gewoon elke dag kan opdoen voor waar je ook heen gaat. Voor school, werk en dat soort dingen. Dus dat is dan wel weer positief. Dit zijn wel echt allemaal kleuren die iedereen waarschijnlijk wel leuk vindt. Met hier en daar een kleur die je misschien iets minder staat door je huiskleur of zo. Dus dat is weer het positieve eraan. Qua prijs. Ik vind de prijs heel erg mooi voor hoeveel je krijgt. Ook al als je de slechte lippotloodjes weghaalt. En je echt alleen maar betaalt voor de rest. Is het alsnog heel betaalbaar. Nou, mocht je de Lip Advent kalender gewoon willen. Je kunt hem gewoon halen bij beauty88.nl. Je kunt mijn kortingscode SARA10P gebruiken voor een klein beetje korting. En ik zal weer hier twee video's neerzetten. Die jullie alvast kunnen gaan bekijken na deze video. En als je hier op mijn hoofd klikt. Kun je ook abonneren. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Doeg!